De twee die jaren geleden al voor in het rood-wit hebben gespeeld, weg zijn gegaan en nu weer terug zijn gekomen. Ik heb geen idee hoe jullie samen zijn, maar hoe was dat om elkaar weer tegen te komen? Ja, goed. Toevallig hadden we die week daarvoor ook samen gegeten, dus ja, altijd wel contact gehouden met Luc ook. En ja, we kunnen goed met elkaar vinden, dus ja, dan is die eerste ontmoeting altijd weer leuk. Ja. Ik heb een hele leuke foto van jullie. Okay. Die ik straks ook even opnieuw wil maken met jullie. Oh ja, die. Broekies. Weet je nog wanneer dit was? Was het 2015? Dus dat kan niet. Ja. Ja. Volgens mij was ik toen net bij PSV gekomen. Was het eerste jaar van jou, het tweede jaar van mij? Volgens mij. Ja. 2015, ja. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie nog van die tijd weten dat jullie bij PSV hebben gespeeld. En of jullie een beetje hebben opgelet in de jaren dat jullie weg zijn gegaan. Dus ik heb een klein quizje voor jullie. Oké, Marco. Ja. Hoeveel titels heeft Luc gewonnen met PSV? Even makkelijk beginnen. 3. Netjes. 2014, 2015, 15, 16 en 17, 18. Juist. En andersom? 2. Easy peasy, hè? Ja. Ja, even rustig beginnen. Ja, ja. Marco, hoe vaak heeft Luc de KNVB-beker gewonnen bij PSV? 0. Ja. En andersom? 1. Ik ga naar huis, denk ik. Ja. Oké. Okay. Dit zijn de makkelijke vragen. Dit zijn de makkelijke vragen. Hij wordt moeilijker. Okay. Favoriet tegenstander van Luc in de Eredivisie? Ofwel, wanneer hij het vaakst gescoord heeft? Zwolle? Heel sterk. Wat, is het goed? Ja. Is het goed? Het is heel goed van jou, jongen. Hey. Weet je ook hoe vaak? Dat is even een bonuspunt. Ja, een bonuspunt. In al die jaren. Hoe vaak? Ja, ik denk 13. Wat? Nee, nee, goed? Ja, jullie hebben het afgesproken van tevoren, hè? Jullie hebben afgesproken van tevoren. Heb jij deze net gezien? Ik met ja. Oké, dan. Goed, jongen, nee, gaat goed. En andersom nu? Ja, poef. Je kunt niet achterblijven nu. Ja, ik kan me herinneren dat je het kan. Tijd. AZ. Zo. Die zou misschien ook zijn. Ja, want je hebt altijd gescoord. Willem 2. Oh, Willem 2. Maar liefst 4 keer tegen gescoord. Wist je dat zelf? Hij heeft zelf ook niet geraden. Nee, ik heb wel een keer 2 keer tegen Willem 2, weet ik. Ja. Hoeveel doelpunten heeft Luc gescoord met zijn hoofd bij PSV? Bij PSV? Ja, hij heeft over de 100. Dat heb ik pas een keer gezien. 31. Weet jij het? Iets van 80 of zo. 50. Ja? Ja. Wel, ook dacht ik. Ik dacht dat 50. Luc, tegen welke ploeg uit de Eredivisie heb jij nooit gescoord, maar Marco wel? BC Roosendaal. Uit de Eredivisie. Ja, weet jij het zo? Go ahead misschien. FC Volendam. Oh. In de beker. Oh, in de beker, ja. Op die mooie omhaal van je. Op 26 oktober 2016, de 0-1 in de verlenging. In de Eredivisie, maar dat is de beker. Ja. Ja. Tegen welke ploeg uit de Eredivisie? Ah, ja, zo. Goed luisteren. Ja, ja. Marco, wanneer was Luc topscorer en met hoeveel goals? Ja, ik denk dat het eerste jaar van hem gelijk. Ik denk 27. 2018-2019? Ja. 28 goals. Oh, bijna goed. Alleen Jani. Nee. Dat is 1. Luc, Marco heeft een clubrecord verbroken bij PSV. Welk record was dat? Gele kaart. Sorry, hoor je niet. Je hebt een hoog zitten. Denk clubrecord. De meeste aantal keren teruggekomen. Ja, dat is een record. Dat heb jij niet erbij, maar nee, dat is het niet. Jij hebt record verbroken met de hoeveelheid penalties in 1 seizoen die erin gingen. 9 maar liefst. En weet je van wie je hem hebt overgenomen? Nee. Bij PSV? Ja. Wie daarvoor nam? Van Bommel. Nee. Ronald Koeman met 7 penalties. Hoeveel assists hebben jullie elkaar gegeven? Ik heb er 1 bij Van Dam gegeven de week nog dan. 5 assists heb gegeven. En jij? 11. Zo. Goed? Nee. Ja. 2 maar aan Luc. 2 maar aan mij. En, jij hebt, vaak aan mij. Hem, en jij hebt hem 3 keer een assist gegeven. 5 in totaal, zei ik toch? Ja, samen zei ik 5. Oh ja. Wel, leuk voorwoord ook. Oké, noem de clubs waar Luc heeft gespeeld. Graafschap. Mm-hmm. Twente. Gladbach. PSV. Sevilla, Barça. Newcastle. Netjes. Ja, juist, ja. Heel goed. Ja, ik zat even aan Siem te denken. Ja, dat scheelt niet veel. En andersom, zeker? Ja.
Vitesse, Chelsea, Stoke, PSV. Nog meer gespeeld? Nog een mooie. AC Milan. Oh ja, klopt, ja. Zo, dat ben ik helemaal vergeten, ja. Je gaat in punten nu, hè. Met welk rugnummer liep Luc in Barça? 17. Ja, juist, ja. Heel goed. Dus even denken. Ja, nu? Nu krijgen we het. Nu krijgen we het. Welk... Ik heb niet zoveel verschillende nummers gehad als hij, hè. Dus, Ja, ik heb een paar grappen. Welk rugnummer had Marco in zijn eerste periode bij PSV? Ah, ja, ja. 21. 25. 24. 28. Ja, zeker. Wat een nummer, hè? 25. Ja. Ja. Maar ik zou graag een anekdote willen van jullie periode bij PSV. Ik kan me herinneren een keer dat we kampioen waren geworden. En dat dan in de trainingsweek daarna, dat ik dacht dat een slok water uit de bidon te nemen, dat de jongens, volgens mij vooral Marco, de bier in hadden gedaan met elkaar. Wat jij gedaan? Ja, dat kan wel. Ja, zeker bier. Jorrit er wel bij was. Ja, dat denk ik ook, ja. Succes, dankjewel. Dankjewel. Je hebt gewonnen, hè? Dankjewel. Ja, hij heeft gewonnen. Hij heeft een bidon.